Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Vandaag hadden we te maken met een hoge drukgebied. Het was prachtig weer. Met een zuidelijke stroming kregen we veel zonneschijn, maar het gaat geleidelijk aan veranderen. Vanavond verschijnen in het westen al meer hoge wolkensluiers. Ook vannacht zien we er een paar. Lokaal ontstaan wat mistbanken en het gaat licht tot matig vriezen bij een matige tot zwakke zuidelijke wind. Morgen overdag, dan zien we meer wolkenvelden. In het oosten en midden is in de ochtenduren de zon nog te zien. Maar in het westen raakt het in de middag geheel bewolkt en kan er wat lichte neerslag gaan vallen. Het wordt 3 tot 5 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. In de nacht naar vrijdag is kans op winterse neerslag en gladheid. Maar vrijdag overdag breekt de zon geregeld door en wordt het 4 tot 6 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Van het weekend gaat het stevig waaien vanuit het zuidwesten, windkracht 6 aan zee. We zien veel wolken en van tijd tot tijd neerslag. De temperatuur gaat rap omhoog, het wordt 6 tot 10 graden, op zondag zelfs 10 of 11 graden. Na het weekend dan gaat het kwik weer naar beneden, richting de normale waarde voor de tijd van het jaar. En in de nachtelijke uren kan het weer een graadje gaan vriezen. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.